Staatsoliemaatschappij Suriname zegt in een persbericht dat de oliemors in de Suriname rivier niet afkomstig is van hem of zijn dochtermaatschappijen. Staatsolie heeft preventieve maatregelen, werkprocedures en communicatiestructuren gereed die in werking treden als er een olielekkage vanuit Staatsolie mocht optreden. Staatsolie staat erachter dat de veroorzaker van de oliemors wordt opgespoord en de nodige verantwoordelijkheid voor de schade neemt. Olspills zijn slecht voor het milieu en moeten voorkomen worden. Het ministerie van Jeugdzaken heeft mediawerkers opgeroepen om na te laten het recht op privacy van kinderen te schenden. Dit naar aanleiding van een interview op social media met een scholier die onlangs slachtoffer is geworden van pesten en geweld door medescholieren. Het ministerie meldt dat het kinderrechtenverdrag stelt dat elk kind recht heeft op privacy en dat geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven. Een taludbekleding aan de Kwaranistraat in het resort Munder verloopt vlot. Het Nationaal Uitvoeringsbedrijf is bezig met het aanleggen van geotextiel, klinkzand en beeskoors. Op 26 maart 2021 werd het startsein gegeven door president Santokki voor het heien van de damwanden in de sloot. De werkzaamheden worden in ruim 500 werkdagen uitgevoerd. Na afronding van dit project is de bedoeling dat dit gedeelte van de weg geen verzakkingen meer zal hebben en zal afkalving van de weg tot het verleden moeten behoren.